In de Blokhuispoort in Leeuwarden werken NHL Hogeschool en het Friesland College samen aan innovatieve nieuwe producten en diensten. De Frisian Design Factory van de NHL lost complexe en multidisciplinaire vraagstukken op en in het D-Lab van het Friesland College staat hoogwaardige technologie als 3D-printers, lasersnijders en frezen. Hiermee kan van een idee of concept ook een echt product of dienst gemaakt worden. Woensdag ging het samenwerkingsverband in de culturele broedplaats echt van start. We zijn hier in de Frisian Design Factory in de Blokhuispoort. Wat is dit voor ruimte? Dit is de denkruimte, creatieve denkruimte van Frisian Design Factory van de NL en D-Lab van het Friesland College. En hier gaat het creatieve denken gaat hier gebeuren. En hier worden allerlei dingen bedacht voor opdrachtgevers. Wat moet er bedacht worden? Prototypes. Dus op het gebied van sociale problemen, technische problemen, start-ups onderwerpen van start-ups van bedrijven. In alles. Eigenlijk kan hier alles bedacht worden, want we hebben heel veel denkkracht. Het is een samenwerkingsverband tussen de NHL en het D-Drive, het Friesland College. Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen? We zijn begin van het jaar zijn we naar de Helsinki geweest. En onze colleges van bestuur hebben intentieverklaringen afgelegd en die hebben bedacht van 2018 komt eraan. We moeten meer met onze beide creatieve opleidingen doen en met onze creatieve sector hier in de Blokhuispoort. En eigenlijk is het zo gegroeid. En we dachten, we gaan die krachten bundelen. Ja, en door de bundelen van onze krachten. Het MBO, het Friesland College, daar hebben we heel veel maakwerk. De NL merken we, daar zit heel veel denkwerk. En wat de jongens van de NL kunnen bedenken, dat kunnen wij maken. Dus wat dat betreft is het echt wel een super samenwerking. Waarom is gekozen voor de Blokhuispoort? Blokhuispoort is omdat hier ook een aantal start-ups zitten. Het is een creatieve hoek van Leeuwarden. Het is bereikbaar ook voor de mensen. Hè? Iedere burger kan gewoon hier op een gegeven ogenblik naar binnen en iets laten maken. Of met zijn of haar probleem komen en zeggen van we hebben een probleem, we willen iets gemaakt hebben. En dan kunnen we dat bij jullie doen. Ja, en dat kan dan. Dus we zitten mooi centraal. Dus ja, zo. Daarom is hiervoor gekozen. Het is echt de bedoeling dat hbo'ers en mbo'ers hier samen prachtig mooie dingen gaan bedenken. Ja, kan ik alleen maar ja op zeggen. Ja, en dan zijn ze bedacht, maar dan moet er nog wat mee gebeuren. Daar hebben jullie volgens mij een andere ruimte voor. Daar gaan we ook even kijken. Nou, we staan hier in die andere ruimte. Hier gaat het dus allemaal daadwerkelijk gebeuren. Prachtige apparatuur, de grote freesmachine is het volgens mij. En de onvermijdelijke 3D-printer. Ja, dit zijn een paar 3D-printers waar ze prototypes mee moeten maken die niet zoveel geld mogen kosten. Dus dat, en we krijgen ook een professionele 3D-printer waar we ook echt hoogwaardig belastbaar materiaal in kunnen doen. De mogelijkheden zijn onbegrensd volgens mij, hè? Ja, dat klopt. Wat voor dingen worden nu al gemaakt bijvoorbeeld? Nou, als prototypes bij ons, keramiek bijvoorbeeld. Als onze jongens iets ontwerpen, dan maken ze dat in de printers. Om te kijken of alles klopt zoals ze bedacht hadden. Wat hebben we nog meer? Boxjes voor de ICT. Ondersteuningsdingetjes voor lampen. Een aantal schroef- en draaimaterialen die onze ingenieurs bedacht hebben in de computer en dan kijken ze of het past, of het kan, of het lukt, zo eigenlijk. Jullie staan te trappelen om te beginnen volgens mij. Ja, het had al veel eerder gemoeten. Maar ja goed, het duurt altijd wat langer dan dat je gepland hebt of dan dat je zou willen. Maar we staan te trappelen om te beginnen, ja.